Fryslân hat een grutte rol spelen in het ontstaan van het koninklijke huis van Oranje-Nassau. Een paar eeuwen waarom hier we hier in Fryslân het vaste huis Nassau. De Nassaus wen voor een flink pad van het jaar in Ljouwert, dat wie haar residentie. Diezelfde Nassaus waren de streekruchte voorhoorden van de lettere Nederlandse koningen en koninginnen van Oranje-Nassau. Een van de wichtigste Nassaus wie Maria Louise van Hessen-Kassel. Als zij er net wist hier, hier Nederland nou misschien zonder koningshuis zitten. Het leven van Maria Louise verroemt tragisch. Maar ze verzette een soort werk voor haar familie. Ze wie bij de Friezen zo populair dat ze zelfs Marijke mooi neemt waard. Tante Marijke. Het ancien regime, het oude gezag, slacht van master op in de Friese politiek van de 17e eeuw. Een Lietse elite van machtige reguleur kiest het bestuur van de provincie. Fryslân is in die tijd een van de zoongewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het Friese bestuur had dan precies dezelfde namen als Joodendij. De Steten van Fryslân. Fryslân en de oren gewesten in die tijd hadden een grote zelfstandigheid en een eigen verantwoordelijkheid. En dat is oors als nou. Het binnen daar zekere hichte Lietse steertjes die het allerhande zaken zelfs beregelen. Denk aan de belasting, een eigen muntwezen, onderwijs en zelfs het leger. Voor dat soort van zaken benemen de steden van Fryslân in die tijd een stedhouder. Een echte ongevierder, van adel en mooi oorlogservaring. Stikje bij bietje werd zijn invloed in een riffende tijd omzet in macht. De allereerste stedhouder van Fryslân is voordadelijk een van de bekendsten en de belangrijksten. Willem Lodewijk, greve van Nassau. Hij is de omkezisser van Willem van Oranje. Greve Willem Lodewijk krijgt vanwege zijn prestaties in de oorlog met Spanje zelfs de erename Us Heid. In die tijd had ik Holland eigen stedhouders. Een van haar, Willem de Tredde, is een vierde neef van de Friese stedhouder. De Hollandse Willem de Tredde, die ook nog koning van Engeland is, krijgt geen been. En daarmee stiert de familie haast uit. Het komt nu op de Friese Nassauzoon. Op Johan Willem Friso, de enige zoon van de Friese stedhouder. Johan Willem Friso trouwt in 1709 met Maria Louise, prinses van Hessen-Kassel. Het peer komt te wijen in het stedhouderlijk hof te Ljouwert. Twee jaar later is Maria Louise in verwachting van haar eerste zoon. Krijgt in die tijd komt haar man bij Moerdijk in een neetwaar te wonen. Hij verdrinkt. Zes weken later bevalt Maria Louise van een zoon. Willem Karel Hendrik Friso. Het is het jaar 1711 en deze Willem zal de nieuwe stedhouder worden van Fryslân. Maar ze hoopt zijn mem ook van de oren Nederlandse gewest. De Lietse Willem groeit op in Ljouwert. De eerste 20 jaar neemt zijn mem Maria Louise als regentes het stedhouderschip van hem waar. Maria Louise doet ook griezelig haar best om haar zoon het hoogste ambt te bezwaren in alle gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Daarvoor regelt ze een huwelijk met de Engelse koningsdochter. Ze krijgen de Nassaus nog meer status. Het stedhouderlijk hof in Ljouwert profiteert het volop mooi van deze grandeur. In 1740 is het eindelijk zover dat Willem Karel Hendrik Friso uit Ljouwert hem Willem de Vierde nemen mooi. Stedhouder van alle gewesten in de Republiek. Spietiger nog voor de Ljouwerters en de Friezen verhuist Willem voordadelijk met zijn vrouw naar Den Haag. Ljouwert, de witse van deze belangrijke Nassaus, mag hem nou net meer hofstad nemen. Maria Louise bloeit in Ljouwert, in het Prinsessenhof. Ze liet het je rijstig oud worden te kennen. Maar in 1759 stierven haar zoon Willem en zijn vrouw. Maria Louise maakt op een nieuw aan de bak als waarnemend stedhouder. Dit hoort ze vol, want haar deer
in 1765. Ze is dan 67 jaar oud. Hoewel de Friezen eens neer te vertellen hier over de stadhouderlijke familie, koe Maria Louise net volle verkeerd waren bij de meisken. De Friezen winnen wies met haar en zij met de Friezen. Haar bijname, Marijke Mooi, is daar een goed bewijs van. Uit het nieuwe geslacht van Marijke Mooi zullen letter de koningen en koninginnen van Oranje-Nassau voortkomen. Ek Willem-Alexander en zijn dochters stammen van haar af.